ben me er bewust van dat mijn hoofd soort van half afgekapt wordt misschien af en toe. Maar dan moet hij dat maar gewoon maar doen. Zoals beloofd zou ik portfolio reviews gaan doen. En ik heb best wel wat aanmeldingen gehad waar ik, dat ik echt super leuk vond. En ik vond het best wel moeilijk ook om mensen uit te zoeken. Ik heb expres mensen uitgezocht waarvan ik dacht van oké, hier valt echt nog wel wat winst te behalen. Of met de website of portfolio of whatever. En ik hoop ook dat degenen die ik niet heb uitgezocht gewoon weten van ja, ik kan gewoon niet iedereen doen. En ik vind het super moeilijk, maar het gaat gewoon niet. Ik had echt veel aanmeldingen. Nou, we beginnen met Color and Clouds. En Color and Clouds is van een, eigenlijk iemand die ik ook ken, Aleida. Ze is ook al wel eens hier geweest en we hebben wel samen een shoot gedaan. En ze heeft wel eens een keertje de studio geleend. En zij is begonnen in haar, een van haar slaapkamers in haar huis met een studio. En het is heel grappig, want ik geef veel workshops daglichtfotografie. En zij hebben mij ook ooit een coaching gevolgd. En als mensen hier komen voor een workshop, zeggen ze ja, maar jij hebt zo'n mooie studio met grote ramen. Maar wat zij dus doet, is dus gewoon in een, met een slaapkamerraam. Dus het kan. Ja, oké. Okay. Nou ja, allereerst, je hebt een lekkere binnenkomer eigenlijk. Dus je ziet gelijk een mooie grote slide met foto's. Werkt altijd top. Aan te raden om dat altijd te doen. Gewoon altijd grote foto. Je kan doorheen bladeren. Net ging die bij mij automatisch afspelen. Dat doet hij nu ineens niet meer. Maar volgens mij doet hij dat origineel wel. Deze plaat vind ik ook heel mooi. Mooi licht. Nou, dit is dan een mooi detail. Dus ze laat verschillende dingen zien. Dus hier zie je bijvoorbeeld ook lifestyle-achtig beeld. Ik bedoel, het is nog steeds wel portret, maar wel echt, echt drie of vier best wel verschillende beelden. Ik zou zelfs misschien nog twee andere beelden eraan toevoegen. Misschien iets, ik weet niet of je ook full body dingen doet. Of dat gaan we zo meteen natuurlijk zien. Maar nog net even iets meer of zo. Ik weet ook dat je veel portretten doet met moeders en kinderen. En ik kan me ook voorstellen dat je misschien een moeder hebt met één kind bijvoorbeeld. Dat je net even iets anders hebt. En volgens mij is het ook allemaal met... Ja, allemaal vrij donkere achtergrond. Nou, je kan erover nadenken om nog iets met een lichte achtergrond te doen. Maar dat hoeft eigenlijk niet. Want het is wel heel kenmerkend voor je stijl. Het zijn mooie platen. Het ziet er goed uit. Dus in die zin is het goed. Alleen, dan scrollen we naar beneden en dan gebeurt er niks. Oké, this is the pain of a website. Sommige websites kunnen niet makkelijk aangepast worden. Dus het kan ook heel goed zijn dat Aleida hier een hele goede reden voor heeft. Maar ik ga toch alles ook benoemen wat ik zie. Juist om die feedback te geven. Dus wat ik eigenlijk altijd op een homepage wil zien. Is ook tekst. Iets wat een visie weergeeft. Of iets over jezelf. Zodat mensen gelijk een idee krijgen met wie ze te maken hebben. En wat de visie is. Je tegenwoordig goede foto's maken. Ik bedoel, iedereen kan tegenwoordig echt wel goed beginnen, zeg maar. Ik zeg niet dat iedereen goede foto's kan maken, want dat is niet per se waar. Maar ik denk wel dat visie is heel belangrijk als je ook echt een bedrijf wil hebben. Omdat je met mooie foto's alleen er gewoon echt niet meer komt. Dat is gewoon echt zo. Anyway, dus iets op de homepage van een visie, een klein stukje over jezelf. Waarom doe je dit? En dat is ook lastig, want sommige mensen hebben niet per se een hele duidelijke visie nog. Het kan ook met tijd komen. Maar het is zeker wel iets om over na te denken. En misschien zelfs, want je hebt bovenin wel een banner. Maar ook als mensen door kunnen scrollen waar meer knoppen zitten. Dat ze makkelijker nog weer daar ook op doorklikken. Dus bijvoorbeeld kijk hier mijn portfolio. Of hey, lees hier meer over mijn bla 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 shoots. Weet je dat? Plus, tekst op je homepage is belangrijk voor de SEO. Dus nu leest waarschijnlijk de SEO echt alleen maar de... tab bovenin, misschien niet eens. En dat betekent dus mensen je moeilijk gaan vinden op Google. Dus voor de homepage zou dat misschien een goede tip zijn. Dan gaan we, hebben hier sowieso allemaal kopjes. Info hebben we hier staan, portfolio gaan we zo meteen naar kijken. En dan say hi, contact. En dus blijkbaar een apart tapje voor fine art. We hebben hier info. Laten we gewoon van vooraf aan beginnen. We gaan gewoon naar info. Als ik daarop klik, dan gebeurt er niks. Ik moet gewoon naar portraits. Dus dit is over de gewone portraits, denk ik dan. Oké, weer een grote banner. Is op zich heel lekker. Want dan, dat zegt gelijk over waar je naartoe gaat. Even kijken. Wil je graag een mooie portretshoot, mooie foto's voor jezelf of je naaste? Waarbij we kijken naar wat er bij jou past. Misschien ben je model, wil je portfolio uitbreiden. Allemaal goede redenen om een shoot bij mij te boeken. Oké, cool. Portretten zijn natuurlijk ook echt
voor iemand. Maar ik merk dat ik er niet bang van word, snap je? Stel dat ik op deze website zou komen en dan iemand zou vinden die gelijkwaardig zou zijn aan haar. En diegene die gelijkwaardig is aan haar qua beeld, daar staat een verhaal van... Toen ik net begon met fotograferen, spraken echt mensen mij enorm aan. Echt de connectie die ik vind tussen mensen wanneer ik ze op de foto zet, is voor mij zo waardevol. Foto's zijn niet alleen een mooi beeld van jezelf, maar een herinnering voor je nabestaanden later. Voor je kinderen, voor je familie, voor je vrienden. Iets in die trant. Dan ben ik meer geneigd om naar die anderen meteen te gaan. Omdat er een verhaal omheen hangt. Dit is leuk. Want ja, ik denk ook waar het bij mij aan ligt is, wil je graag een mooie portretshoot, mooie foto's van jezelf of een naaste? Kijk, bij een naaste, en dit weet ik zelf heel goed omdat ik natuurlijk zelfleidings is gefocust op vrouwen. En ik wil liefst dat die vrouwen zelf boeken. En dat is een hele uitdaging, kan ik je vertellen. Want vrouwen willen niet per se foto's van zichzelf. Dus jij moet jouw klanten laten zien waarom zij foto's van zichzelf nodig hebben. En dat is natuurlijk ook gedeelte marketing. Ik geloof in mijn visie, want ik geloof dat het super belangrijk is om foto's van jezelf te hebben. Dat is ook bijvoorbeeld met de motherhood sessions, waarom ik altijd gefocust ben op de moeder en niet op het kind. Omdat ik geloof dat dat kind later foto's wil hebben van haar moeder. En niet van zichzelf. Ik vind mijn babyfoto's, I'm sorry mom, ik vind ze gewoon niet boeiend. Ik wil foto's van mijn moeder, ja. Ik mis iets van waarom wil ik dan foto's van mezelf of waarom wil ik dan foto's van mijn naaste. Dus mijn advies voor Aleida is om eens te gaan op te schrijven waarom mensen een portretshoot zouden moeten willen. Wat is nou echt, en dan niet alleen, hé, ja, het is mooi, maar wat levert het nou echt op naast een mooi beeld? Dus niet alleen, dan heb je mooie foto's daarna van jezelf, maar wat voor gevoel geeft het daarna aan jezelf? Hè? Wat voel je dan? Als ik hier mensen heb en die zien hun foto's van zichzelf, dan zijn ze heel vaak geëmotioneerd. En dan zeggen ze ook van, dit is echt voor mij zo'n statement, zo'n terugblik naar dit moment in mijn leven, dit seizoen in mijn leven, die overwinning die ik heb gehad. Dat laat wat voelen, voel je hem? Het is beter dan alleen een mooie foto. Het gaat om meer dan dat. Dus, een beetje passie erin. Een beetje gaan nadenken, wat zou ik daaraan kunnen doen? Nou, mooie foto weer. Ik ga niet al te diep in op prijzen, maar ik noem het wel. Deze foto is in zichzelf al €175 waard. Snap je wat ik bedoel? En misschien is €175 even over de top. Maar ik probeer een punt te maken hier. 10 foto's voor het werk wat zij hier levert is veel te laag. Het is echt te laag. Daar kan je niet van leven. Daar ga je nooit een studio op bouwen. Tenzij je zelf een burn-out in wil werken. Ik weet er alles van. Want ik weet hoeveel werk Aleida hier aan heeft. Ik zag haar in het begin al met Photoshop bezig. En ze zal vast nu wel een workflow hebben. Maar dan nog is dit gewoon meer waard dan €175. Met alle respect voor Aleida. En het is ook om haar te pushen natuurlijk. Dit gaat je niet helpen. Dit gaat je niet helpen op den duur. En iedereen moet ergens beginnen. I get that. Maar dit is echt... nee. Dat werkt niet. Want deze foto is veel te mooi. Dus dat. En ik vind het ook jammer dat er niet meer informatie is. Kijk, inclusief 10 digitale hoge resolutie foto's. Oké, cool. Mijn buurman op de hoek schiet ook hoge resolutie foto's. Dus iets meer met tekst doen. Iets van wat houdt het dan in? Hè? Is die helemaal bewerkt bijvoorbeeld? Het klinkt al heel anders als je zegt van... je krijgt 10 digitale hoge resolutie foto's die volledig zijn bewerkt. Voor een nabewerking misschien zelfs met prints erbij. Die je kan afdrukken. Whatever. Iets meer smaak eraan, zeg maar. En misschien toch ook alvast. Maar dit is een persoonlijke keuze. Want ik heb zelf dus helemaal niet de prijs van mijn pakketten online. Ik krijg ze van mij via een brochure. Het kan een keuze zijn om dan bijvoorbeeld 3 pakketten aan te bieden. Zodat mensen een soort van... een idee hebben van, oh oké, okay, maar ik kan er ook 20 afnemen. Of, oh, ik kan ook een heel groot frame bestellen bijvoorbeeld. Ik kan een hele mooie afmeting laten printen bij jou. Dat is cool. Nu voelt het heel leeg. Je scrolt naar beneden, ziet 2 foto's en dat is het. Ik ben niet echt warm gemaakt om nu een shoot af te nemen. Ik weet dat Aleida nu wel mond op mond veel krijgt en zo. Veel mensen uit de omgeving. Dus dat is ook prima. Weet je, dat werkt echt goed. Maar wil je het een stapje verder nemen en vooral wanneer je prijs omhoog gooit, dan zal je mensen echt wat meer lekkerder moeten maken. Dus... dat. Business portrait. Alright, mooie grote foto weer. Ik ga in op de foto's laten, gewoon in het portfolio. Business portrait, shoot voor jouw bedrijf. Ben jij zelfstandig ondernemer? Nieuw, sprankelende foto voor je bedrijf nodig. Vooral niet stijf.
en helemaal jij zijn. Kijk, ik vind zo'n zin al lekkerder dan bij de portretshoots. Dat je gelijk denkt, ja, ik wil inderdaad niet stijf op de foto en ik wil helemaal mezelf kunnen zijn. Nou, ik help je graag. Nou, het is weer een beetje hetzelfde wat ik net zei. Hè? Het is weinig. Er zit weinig omheen, zeg maar, qua tekst. Dus iets meer interessant. Je kan bijvoorbeeld mensen vertellen van hoe belangrijk het is dat ze een stevig beeldmerk hebben. Tegenwoordig is een beeldmerk voor je bedrijf zo onwijs belangrijk. Je wil eruit springen. Daar kan je mee zetten. Nou, je visie voor je bedrijf, dat je visie wordt weerspiegeld in je fotografie is belangrijk. Het kleurenpalet is belangrijk voor je website en je huisstijl. Weet je, dat soort dingen kan je ook wel op inspringen. Je moet gewoon echt een aantal dingen vinden waarvan je zegt van oké, cool, dat zijn echt de dingen die ik nodig heb. En €200 voor 15 digitale foto's is wederom best wel weinig. En persoonlijk denk ik ook, nu ik dit dan zo heb gezien, misschien ook alvast een klein portfolio slider bovenaan. Waar je in wat meer beelden ziet. Want deze twee beelden zijn zo, kijk, dit bijvoorbeeld, het had ook gewoon een portret kunnen zijn. Het hoeft niet per se voor business te zijn. Dus je ziet maar twee foto's. Dus je hebt heel weinig informatie. Je ziet twee foto's en mensen hebben een korte aandachtspan. Dus waarschijnlijk kijken ze hiernaar en dan denken ze, oké. Whatever. En dan moet ze eigenlijk haar al kennen, al een paar keer voorbij hebben zien komen. Willen ze dan voor haar gaan? Als ik voor de eerste keer op haar website zou komen, ik zou dit zien, dan denk ik, nee, dat is het niet. En dan ga ik door naar de volgende. Terwijl er heel veel potentie is, alleen ik zie het nu niet, zeg maar, op deze twee pagina's. En mensen klikken echt op een paar dingen. Meestal willen ze sowieso eerst weten wat het kost, dus gaan gelijk naar de infopagina's. Zien ze maar twee beelden, denken ze, nee, dat is niet mijn ding. En dan zijn ze al afgeleid, zijn ze al weg. Ik ook van jou. Weer een grote plaat. Kijk. Zie. Ik merk dus meteen dat als ze heeft hier meer tekst, dat betekent dat zij meer heeft waarschijnlijk met dit concept dan met de andere concepten. En als dat niet zo is, dan snap ik niet waarom die andere twee zo weinig tekst hebben. Van je eigen kindje, lichaam, gebeurt van, het is goed. Kijk, hier zit echt een visie in. Hier, je voelt dat hier emotie in zit en dat is wat je wil. Elke moeder weet dat wat daar in haar buik groeit, weet je wel, dat kindje, dat het iets unieks is. Iets van haarzelf, iets van haar en haar mannen. Man, het is een van de meest wonderlijke dingen ter wereld. Ik denk het meeste wonderlijke ter wereld. En hier heeft ze dus ook pakketten. Tadaa! En ik vind zelf, de foto's zijn weer super mooi. Dit is echt een heel pakkend beeld. Heel mooi. Maar wel weinig beeld. Dus misschien ook hier weer toch kijken. Hoe kan ik misschien toch een portfolio integreren? Kan het nou niet omdat je website of template dat niet pakt? Misschien kan je ergens een button of iets van, bekijk hier ook het portfolio. Dat je wel doorklikt. Weet je wel, dat je niet gelijk afhaakt. Het kan maar zo zijn dat mensen zich hier niet in, ook al zijn het super mooie beelden, maar zich hier niet in identificeren. En dan haken ze misschien af, terwijl er misschien in je portfolio wel iets zit waarmee ze zich identificeren. Oh, Popje, schattig. Hier ook weer korte tekst. Newborn shoots kan gedaan worden wanneer je pas geboren baby dus 8. Dus dit is meer informatief dan dat het emotioneel is. Dus ook hier hebben we eigenlijk hetzelfde voor. Oké, binnenkomen voor een portfolio is overweldigend. Ik heb dit eerder ook zo gehad op mijn vorige website. En ik heb dat nooit echt helemaal te gek gevonden. Omdat je heel veel ziet in één keer. En als je zoals mij bent, dan word je snel al een beetje dat je denkt, wow, ik zie veel. En dan gaan mijn mensen radertjes draaien. Hè? Dan, dat vind ik wel tof, maar dat vind ik echt niet leuk. Ja, maar wat is het dan? Weet je wel, wat schiet ze dan? Dus bijvoorbeeld hier, kijk, deze heeft een hele andere gevoel en sfeer. Komt ook omdat het zwart-wit filter zit, een soort van waas overheen. Hier heeft ze ook zwart-wit, maar er zit een hele andere, dus veel contrastrijker. Dus wat krijg ik als ik bij haar op de foto ga? Zoiets? Of krijg ik zoiets? En dat heb ik een beetje bij al deze beelden. Ik vind het, het is nog niet echt één geheel. Je merkt dat Alain nog wel een beetje bezig is met haar stijl vinden hierin. Ook al zijn alle foto's op zich kwalitatief en mooi, begrijp me niet verkeerd. Maar het is nog wel een beetje zoekende, want je ziet ook verschillende bewerkingen hier nog in. Als allereerste zou mijn advies zijn aan Aleida, welke foto's die hierin zitten raken jou als persoon echt? Want waarschijnlijk gaat jouw werk daar meer op door dan dat het op het oude doorgaat. Dus kies gewoon een paar beelden uit waarvan je denkt van, nou, die vind ik echt helemaal de bom. Dit is echt mijn ding. Ga die vooral aanbieden. En ouder werk waarvan je denkt, oké, dit is het niet echt meer voor mij. Haal dat er vast tussenuit. Kan zijn dat je dat zelf nog niet zo goed weet of ziet. Maar dat is dan iets voor de toekomst. Weet je wel, dat je over 2 maanden daar weer eens naar kijkt. En ik zou toch afraden, omdat het portfolio nog een beetje wiebelt hier en daar, zeg maar. Qua stijl en edit. Dat je toch per plaat laat zien. Dus een binnenkomer, een slider. En dan gewoon per plaat laat zien dat mensen door kunnen klikken. Dan zijn ze en niet te erg overweldigd. En je kan elke plaat heel erg
appreciëren, zeg maar. Je kan er echt naar kijken en denken, wow, dit is een mooie plaat. Terwijl nu verliezen sommige platen voor mij hun kracht omdat je overal aan het kijken bent. En dan moet je natuurlijk op klikken en dan zie je het in het groot. En dat zullen mensen ook echt wel doen hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar ik zou het fijner vinden als je gewoon binnenkomt en een plaat ziet. En dan naar de volgende kan klikken en meer gevoel kan krijgen. De foto's zijn kwalitatief heel goed. Ik vind de editing ook heel nice. En de retouching vind ik ook heel nice. Ziet er netjes uit. Dit vind ik eigenlijk wel leuk. Normaal gesproken zeggen mensen, ja, haartjes moet je wegediten. Ik vind het soms, ik weet niet of ik het hier erg vind. Ik vind het wel passend. Alsof ze net even door de haar is gegaan en het los heeft gelaten. Maar ook hierin zie je wel dat er verschil is tussen editing, lichtgebruik en retouchering. Dus op een gegeven moment is het wel belangrijk dat echt elke plaat qua kwaliteit heel erg naast elkaar blijft liggen. En hey, I'm preaching to the choir, want ik moet ook heel nodig weer aan de slag met mijn portfolio. Dus ja, dit is een hele mooie plaat. Werkt altijd goed, hè. Is ook een hele mooie meid. Mooie blauwe ogen. Lichtgebruik is heel prettig. Mooie wenkbrauwen. Dus dat werkt als een tierenlier. Deze plaat vind ik ook. Ik vind het heel tof. Want ik merk dat Leida dit soort werk maken heel erg leuk vindt. Heel mooi gedaan. De ogen zijn heel erg mooi. Ik zou denk ik in... je ziet hier dat ze een beetje vlekkerig is, zeg maar. En dat is echt puur. Ik heb een groot scherm. Dus ik zie dat wat beter. Misschien dat andere mensen het zien. Ik vind het zelf mooi als dat ietsjes gladder is. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is een mooie plaat. Het trekt gelijk je aandacht. Het is uniek met dat goud. En het enige is, ik weet niet of Aleida dat zelf ook kan zien, maar ik zie hier omheen, zeg maar. Ze heeft waarschijnlijk een vignet gemaakt. Er zitten allemaal soort van kleine streepjes. En dat gebeurt wel eens met Photoshop. Als je met je brush op een bepaalde manier opbouwt. En dat zorgt er zeg maar voor dat je een soort van heel gek effect krijgt met allemaal strepen eroverheen. En dat hoort officieel niet. En ik denk ook niet dat het Aleida's bedoeling is geweest. Dus daar zou ze eigenlijk even naar moeten kijken of ze dat weg kan krijgen. Want het is wel echt een super mooie plaat. Deze vind ik ook erg mooi. Maar ook wel omdat het model gewoon heel erg mooi is. Ik zou net iets meer reflectie willen hebben in de gezicht. Haar gezicht valt een beetje grauwig weg. Eigenlijk zie ik het meeste licht op haar huid. Zit bijvoorbeeld hier en niet hier. Maar de plaat zelf is wel heel mooi. Dit is ook weer heel mooi. Weer hetzelfde met die vignette dingen. Maar mooie editing. Deze foto vind ik ook erg mooi. Dit is altijd lastig. Als je hebt twee verschillende huidstonen. Zie je dat? En dat is heel logisch, want dat heeft iedereen. Maar daar soort in je editing een soort van iets van vinden. Zeg maar, je merkt dat het nu, vind ik het op haar huid, net iets grauwer dan op de andere dame haar huid. Het zijn wel zussen volgens mij. Dat kan je ook heel goed zien. Maar ja, anders dan dat. Het is super mooie plaat hoor, begrijp me niet verkeerd. Het ziet er goed uit. Mooie schaduwwerk ook. Deze is ook heel mooi. Net niet, volgens mij scherper op de mond dan op de ogen. Dit gebeurt mij ook zo vaak, jongen. Maar wel echt super mooi. Deze dame die doet het gewoon echt onwijs goed. Ik vind wel het licht hier bijvoorbeeld mooier dan hier. Je ziet zeg maar dat... Het kan heel goed zijn dat het licht hier niet direct door het raam heen kwam. Waarmee bedoelde bijvoorbeeld de zon staat nu hier recht op mijn huis. Maar als de zon daar had gestaan, dan krijg ik een heel ander effect. Dus mijn advies is ook altijd als mensen dit soort foto's gaan maken. Let even op waar het licht is. Als het licht van voor komt door je raam heen, dan heb je beter effect. Dan denk je dan, ja maar dan heb ik heel veel zon omdat de zon heel hard schijnt. Dan hang je er gewoon een douchegordijn voor, een witte. Dan krijg je een diffuus effect. En dat is vaak, dan worden ze vaak net iets pittiger van. Krijg je net iets meer licht in de ogen ook. Wordt de huid ook vaak egaler van en mooier van. Zoals bij deze foto. Heel ander beeld. Vind het wel heel mooi beeld ook. Maar meer lifestyle of zo. Ik zou dit niet zo heel snel zien in een studio portretfoto. Ook wel misschien omdat het echt zo ander gevoel is dan de rest van de foto's. Maar ik vind het wel echt heel erg mooi. Je zou zelfs nog op den duur kunnen nadenken of je een apart portfolio zou willen hebben voor dit soort shoots. Bijvoorbeeld voor man-vrouw shoots-achtige dingen. Ik vind sowieso alle uitsneden zijn goed. De compositie is goed. Kleurgebruik is heel nice. Dus ja, in die zin is het altijd wel heel lekker. Er zijn wel heel veel close-ups, zeg maar. Dus heel veel van hier. Dus ik ben wel benieuwd of er ook nog meer is dat je echt het hele lichaam bijvoorbeeld ziet. Of in ieder geval een groot gedeelte van het bovenlijf. Dat is in ieder geval iets wat ik mis. Dus daar zou je mee kunnen experimenteren en proberen om iets meer mee toe te voegen. Ik zou deze eruit halen. Dit is echt een super lieve foto. Maar het voelt een beetje als een kiekje. Terwijl alle andere portretten echt portretten zijn. En dit is meer zo van, oh, we zijn even buiten een fotootje aan het maken. Die zou ik zeker uithalen. Ook de kleding bijvoorbeeld is echt heel, ja, gewoon. Op zich prima.
Maar die zou ik wel uithalen. Ik vind alle andere foto's echt van veel hogere kwaliteit. Dat is een mooie vrouw, hè? Jeetje, mooie ogen. Mooi haar. Super. Ja, dus mijn advies overal zou zijn, in ieder geval iets meer lichaam. Je moet je afvragen of je dit soort dingen in je portfolio wil. Of je dat meer wil doen, ja of nee. Want dit is wel een heel ander gevoel. Dit is echt meer lifestyle. Dat zou ik denk ik niet zo snel onder portretten laten staan. Maar verder, het ziet er super goed uit. Mooi. Mooie foto's. En even kijken wat toch je favorieten zijn. Je kan beter minder laten zien waarvan je echt heel blij bent. En wie weet, dit is echt mijn ding en hier ben ik sterk in. Dan dat je meer laat zien waarvan je, zeg maar, wat, nou ja, wat verschillende gardes qua kwaliteit hebt. Of ze, weet je, je kan niet altijd gelijk alles helemaal perfect hebben. Dat niet, maar... Het is wel leuk om te kijken van, hey, als ik dingen zou willen skippen, wat zou ik er dan toch nog uitkijken? En ik zou dus een slider laten zien dat je de beelden echt groot per stuk kan kijken. En dat je niet gelijk zo overweldigd wordt op één pagina. Ik denk dat dat fijner is. Oké, kijk, bij deze vind ik het weer wel werken. Maar dat is ook omdat dit is meer lifestyle. Dit, op een of andere manier werkt dat altijd beter. Je ziet meer mensen ook echt in een omgeving. Dus dan heb je al meer verschillende kleuren. En als je dat dan mixt, zeg maar, dan voelt het al een stuk logischer op een of andere manier. Het voelt beter dan dat wanneer ik naar dat portret ga en hier kijk, zeg maar. Voor mij persoonlijk. Ja, heel nice. Dit is echt gewoon echt lifestyle-achtig. Heel goed voor businesses. Ziet er heel goed uit. Het is ook heel netjes. Leuk. Gelachen. Een mooi portret. Ook heel goed, hè. Echt in de omgeving. Mooi qua styling ook. Voelt heel, heel sterk. Oh ja, dit is de vriend. Of de verloofde. Woep woep. Ja, vind ik wel een hele coole foto. Hij heeft een beetje een ondeugend gezichtje. Daar vind ik, hou ik wel van. Volgens mij past dat ook wel bij hem. Nee, vind ik wel leuk. Hij ziet goed uit. Met zwart-wit is het altijd lastig. Want ik denk dat hij misschien wel bruine ogen heeft. Of niet? Dat weet ik niet zeker. Maar zijn ogen zijn wel erg zwart. Dat is het enige wat ik dan hierop zou aanmerken. Dus iets meer naar het licht toe was misschien beter geweest. Maar ik vind het wel een leuke foto. Het is ook leuk. Even een andere omgeving. Wel weer een hele andere edit. Je ziet, ik denk dat dit ouder werk is dan dit. Ik vind dit veel krachtiger qua edit. Maar goed, ik weet niet of ik daar gelijk in heb. Of dat je hiervoor hebt gekozen omdat het beter bij haar huisstijl paste bijvoorbeeld. Dat kan natuurlijk ook. Ja, mooi. Mooi. Super. Ja, ik vind het leuk, de afwisseling. Ik zou zelfs, want je hebt al aardig wat foto's, zeg maar, het is nog wel veel portret. Ik zou zelfs nog meer van dit soort foto's willen zien. Wat je hier zag, dat mensen aan de slag zijn. Je wil meer weten van wat ze doen. Het kan ook een persoonlijke keuze zijn van mensen. Dus een persoonlijke keuze om bijvoorbeeld meer te kiezen voor een gewoon portret voor LinkedIn. En dan bijvoorbeeld portretten voor op een website. Dat snap ik, zeker. Maar ik zou er nog meer van willen zien. Want ik vind het hele krachtige beelden. En ik denk dat hier heel veel kwaliteit van je ligt. Om te zien wat een omgeving heeft. En wat iemand nodig heeft voor zijn website. Dus dat zou ik zeker doen. En misschien zou je er ook over na kunnen denken. Om wat meer van dit soort beelden te laten zien. Dus echt die close-ups van werk of zo. Of misschien shots voor beeldbanken. Voor Instagram. Want dat is wel een extra... Iets wat je kan gebruiken voor sales. Dat je kan zeggen van, oh, ik doe ook wat meer close-ups van elementen op je kantoor. Of dingen die belangrijk zijn. Of dingen waar je iets mee hebt. Zodat je ook je website en je Instagram wat meer kan vullen. Of je andere social media. Ik vind het gewoon, waar Aleida heel goed in is, is echt ogen pakken. Mensen gewoon, de connectie is heel duidelijk. En dat is super belangrijk bij portretfotografie. Dus dat vind ik echt heel sterk en goed gedaan. Leuk. Heel anders, hè? Wel weer. Ik vind het wel heel leuk. Baby's hebben vaak een beetje een moeilijke huid. Ik weet niet of je dat is opgevallen. Ik zie het hier bijvoorbeeld dat het een beetje gelig is. En hier ook. Dat hebben kindjes heel snel. Gelig of rooiig. Deze heeft bijvoorbeeld al een veel fijner huidje. Dus altijd proberen om zoveel mogelijk met licht te werken daarin. Maar de composities zijn heel mooi. Ik vind dit ook heel sterk. Zo mooi, zo'n ja, los plaatje met zo'n kindje er dan bij. Het ziet er heel gaaf uit. Ja, het ziet er heel goed uit. Wat me ook nog opviel, kijk, als je overheen hovert, dan zie je bij mij af en toe dat de naam, nu zie ik het ineens niet meer, maar de naam popt op. En dan zie je DS0103Low. Zij exporteert dus, waarschijnlijk met Lightroom of Photoshop, whatever, op de naam waarmee die is geschoten in je camera. Ik hernoem dus altijd al mijn werk met silver linings en een laagstreepje.
weet ik veel, naam van persoon of portret, laagstreepje, nummer zoveel, zoveel. Omdat dan Google ook je naam weer sneller oppakt. Dus je naam komt dan weer terug in Google. Say hi stukje. Oh, leuk. Kijk, mooie vrouw hè. Is leuk om te zien. Heel leuk. Kijk, ik ben Leida, 35 jaar, Chape en José. Allereerst tot zes leuk. Welkom. Creativiteit speelt van jongens aan een grote rol in mijn leven. Of... Nee, dit is top. Je leert een beetje wat over haar. Je leert waarom ze dit is gaan doen. Ik zou zelfs misschien nog iets meer willen weten van waarom portretfotografie dan haar hart heeft, zeg maar. Maar anders dan dat is dit gewoon hartstikke prima. Je merkt dat de layout van de website soms niet helemaal lekker werkt. Ik weet niet of dat is omdat ze... Ik denk niet dat het een template is. Dat die gewoon zo ingevuld is. Dus er zullen waarschijnlijk dingen zijn waar Leida zelf ook tegen aanloopt. Maar bijvoorbeeld hier dat de tekst tegen de foto aanloopt is niet heel lekker. Maar ja, als ze de informatie maar hebben, dat is het belangrijkste. Dat is dus het losse tapje. Mijn manier uit de dingen, kunst. Ja, dus dit is echt een heel ander tak waar ze helaas nog geen werk van heeft op haar website, maar wat het wel echt heel erg tof is. Ze heeft dus inderdaad een Instagram daar nu voor. Laten we daar gewoon nog even naar kijken. Volgens mij heeft ze maar een paar beelden, want volgens mij heb ik het pas opgekeken. Maar laten we het gewoon doen. Het zou veel lekkerder zijn als dit een link zou zijn. Dus als je hier een link van kan maken, maar misschien kan dat dus gewoon niet, zou ik dat zeker doen. Want niemand gaat hierop doorklikken. Oh ja, ze heeft een paar beelden. Je hebt al meer beelden, want je hebt ook voor boekcovers dingen gedaan. Dus ik hoop dat je de komende tijd nog meer gaat plaatsen. Ik zag van de week dat je hem hebt aangemaakt, dus ik snap dat dit nog niet zoveel is. Ja, leuk. Het is jammer dat het zo klein laat zien op mijn scherm. Maar ja, je weet dat ik het heel erg tof vind en dat ik denk dat hier heel veel te winnen valt. Ja, tof. Oké. Nou, we laten het even. Overall, ik vind dat Aleida supermooi werk maakt. Heel goed is met portretten, heel duidelijk. Goed, mensen weten vast te leggen hoe ze zijn. Ik zou iets meer visie en dergelijke op de website terug laten brengen. Ik zou toch nog een keer kijken naar je prijzen. Dus het gaat eigenlijk bij haar meer over de website zelf en hoe je mensen meer kan vangen om bij jou een fotoshoot te doen, dan dat het echt gaat over je werk. Want ik vind zelf dat je werk kwalitatief al heel erg goed is en op weg is. En ik denk zeker dat je meer kan vragen dan wat je nu vraagt, dat je echt al meer waard bent. En ja, ik vind het gewoon heel, heel knap dat ze in zo'n korte tijd zoveel slagen heeft gemaakt. En dat kan ik alleen maar toejuichen. Ik zou de portfolio's nog even nalopen. Kijken wat echt je hart heeft en wat, wat al wat ouder is, zou ik echt weg gaan halen nu. Je hebt genoeg werk om te laten zien. Dus dit echt alleen maar de dingen waar je echt heel erg tevreden over bent. En misschien weet je dat gewoon niet zo goed. Maar ik zou er toch nog een keertje naar kijken. Maar verder vind ik het echt heel top. Maar meer dus met tekst, meer visie zou ik echt. Ik zou echt een visie gaan ontwikkelen. Van waarom moeten mensen dit dan willen en daar wat van delen op je homepage. Dat is denk ik wel echt heel belangrijk. Nou, dat was de eerste. Op naar de volgende dan maar. Oh my goodness, de eerste was al volgens mij 40 minuten. Goed gedaan, Leida. Goed op weg. Gewoon lekker verder gaan. Yes, yes. Bye, bye.